Gebruik jij foundation? Hoeveel precies? Want ik ben er dol op. Ik wou dat ik erin kon zwemmen. Kom op, je weet dat het proces veel rommeliger is dan het eindresultaat. Oh, ik kan mijn lippen niet vergeten. En dan is het tijd om te blenden. Mooi, nietwaar? Jammer dat dit een make-upvrije zone is. Kijk nou, een leeg zwembad. Ik moet alleen hier voorbij zien te komen. Hallo, ik wil graag zwemmen, meneer. Dan kun je maar beter wat aan die make-up doen. Ga weg! Serieus? Dank je voor het verpesten van mijn dag. Wat is er mis met mijn make-up? Ik kan het niet zomaar weggooien. Dan verstop ik het gewoon. Probleem opgelost. Ik ben er klaar voor. Mag ik er nu wel in? Ik geloof het wel. Dankjewel. Dacht je dat ik dat niet zou zien? Geen make-up. Oké, nu ben ik klaar om te zwemmen. Ja, wat zit daarin? Slechts wat essentiële dingen. Zie je? Wat? Oh, en mijn favoriete panel. Heb ik een nieuwe bril nodig? En ik ga nergens heen zonder deze. Oké dan. Dank je. Eindelijk. Ik dacht dat ik nooit binnen zou komen. Gelukkig zijn waterpistolen toegestaan. Tijd voor een nieuwe laag. Deze vlekjes bedekken zichzelf niet. Veel beter. Wat gebeurt daar allemaal? Ik zei geen make-up. Kom terug. Wow. Ik heb niks gezien. Dan vermenigvuldig je. Wat doet ze? Ik heb mijn telefoon al een tijdje niet meer gecheckt. Het is van Naomi. Een feest? Echt? Yep. Kom je ook? Natuurlijk. Touch-up is een must. Als eerste oogschaduw. Pardon? Je kent de regels, dame. Geen make-up. Wat? Wat een stomme regel. Oh, dat is jammer. Ik weet iets. Gebruik mijn speciale rekenmachine. Waarom? Vertrouw me nou maar. Oké. Wauw! Dit is fantastisch. Kom hier. Wat? Dat meen je niet. Gebruik deze stukjes schuim om het toilet te bedekken. Zie je deze kleine stukjes? Dat worden de knopjes. Alleen het scherm nog. Dat is alles. Ik ga deze eens uittesten. Deze kleuren zijn mooi. Hé, wat heb ik nou net gezegd? Wat is er mis met mijn rekenmachine? Is dat wat het is? Oké, hoe dan ook. Het heeft gewerkt. Ja, en toen zei hij nee. Laten we een andere film kijken. Wat gebeurt daar allemaal? Hé, geen make-up is toegestaan. Kun je niet lezen? Wat? Het is slechts lippenstift. Whatever. Zo dom. Wacht. Ik heb een idee. Hé, bewaar je lippenstift gewoon hier. Het is ook nog jouw kleur. Je kunt het aanbrengen zonder dat iemand het ziet. Hoe heb je dat gedaan? Als eerste snijd de punt van de paraplu af. Dat kan een paar minuten duren. Maar voordat je de lippenstift erop plakt, doe je eerst wat smeltlijm erop. En dan plak je het op de punt. Kan ik het eens proberen? Het lijkt alsof je een paraplu vast hebt. Zo'n simpele truc. En we gaan weer onder de schaduw.
Een nieuwe dag, een nieuw schilderij. Het is eigenlijk best wel leuk. Ah, ik verf met andere materialen. Huh? Wat ben je aan het doen? Alleen mijn middag touch-up? Nee, nee, nee. Doe dat maar weg. Ugh. Echt waar? Oké dan. Whatever. Het is al weg, oké? Deze regels zijn belachelijk. Hij kijkt niet eens meer deze kant op. Nu kan ik tenminste mijn lippen opnieuw doen. De perfecte kleur. Naomi, dat is genoeg. Ik wilde het net weggooien, meneer. Ben je nu blij? Sorry. Wacht eens even. Ik kan andere materialen gebruiken. Eens kijken wat ik kan bedenken. Hallo, schoolspullen. Laten we beginnen. Dit is iets rommeliger dan ik had gedacht. Oké, wat vind je van mijn kleine ster? Ik ben nog niet klaar. Ik heb alleen wat meer extra lijm nodig. Klaar! Nu kan ik hem als een stempel gebruiken. Maar dan voor mijn gezicht. Ze moeten wel gelijk zijn. Yes! Huh? Is daar papier op? Wat? Ik kan mijn ogen niet geloven. Ugh. Zo schattig, vind je niet? Kom maar op met die make-up, meiden. Ik dacht het niet. Maar het is slechts een beetje poeder. Kun je niet lezen? Ugh, oké dan. Kijk al die sieraden eens. Interessant. Ik kan mijn make-up op sieraden laten lijken. Gebruik smeltlijm op een poederdoos om hem te vermommen. Je kunt er zoveel op doen als je wil. Doe vervolgens smeltlijm op een armband en plak de poederdoos er bovenop. Het is klaar. Mag ik nu naar binnen? Eens even kijken. Ik kan geen make-up zien. Nou. Oké, ga maar naar binnen. Dank je. Werkte perfect. Moet alleen even dat zweet opdeppen. Phew, ze is erin getrapt. Phew, ze is erin getrapt. Tot nu toe schiet dit knutselwerk aardig op. Voorzichtig. Ik ben meer gefocust op deze nagels. Was ik maar bij de manicure. Zoveel kleuren. Jij! Dat moet goed zijn. Dankjewel. Ik ben dol op de reuk van geld. Wauw. Huh? Wat doet Naomi daar? Hiermee. Wat? Geen make-up. Geef hier. Wat? Oh, oké dan. Alsjeblieft. Ugh. Hé, kijk dat mesje. Ik ga deze even lenen. Neem een nagelvel en gebruik een perforator om een paar gaatjes te maken. Dan komt de volgende stap. Verwijder het plastic uiteinde van het gereedschap. Plaats het dan op de nagelvel. Schuif hem vervolgens in het apparaat. Zo simpel. Oké, we zijn weer terug. Ziet er niet uit als een nagelvel. Wat? Maar de leraar. Hé, wat? Naomi is haar nagels weer aan het veilen. Hou er meteen mee op. Gewoon aan het knutselen. Goed zo. Dat was op het nippertje. Zou jij kunnen leven zonder make-up? Zo niet? Kun je maar beter enkele van deze tips en trucs uit je hoofd leren. Vergeet niet deze video te delen met je vrienden die ook dol zijn op make-up. Abonneer je op ons kanaal, zodat je nooit meer iets hoeft te missen. Klaar. Ga maar spelen. Wauw, bedankt, Bob.
Ah, nu kan ik eindelijk ontspannen. Ik heb hier echt naar uitgekeken. Oh, Annie, je bent terug. Ja, het was echt leuk. Wat is er met je haar gebeurd? Wacht eens even. Ik zal beginnen met een staart maken. En dan ga ik het vlechten. Nu heb ik mijn cupcake nodig. Nou, alleen het vormpje. Ik heb de bodem eruit geknipt. Nu kan ik het over Annie's vlecht schuiven. Dan wikkel ik het haar erin. Deze speldjes zien eruit als staartversiering. Dit zijn pas echte knotjes. Dat is geweldig, mam. Bedankt. Zo blijft je haar netjes. Even goed schudden. Je bent de beste. Veel plezier, lieverd. Ik kan het niet geloven. Ik heb al voldoende voor de toets. Ik dacht dat het veel erger zou zijn. Nee, maakt het ook uit. Ik heb belangrijkere dingen te doen, zoals dansen. Woehoe! Oh ja! Oh, Annie, je bent thuis. Hoe was school? Wat is dit? Heb je een onvoldoende? Hey, stop daarmee. Wat is er? Ik was net aan het genieten. Nu niet meer. Je moet leren. Maar ik haat leren. Mam, het kan me niet schelen. Begin. Dat is zo oneerlijk. Ah. Maar ik haat leren. Oh, rustig aan. Huh? Wie zou dat kunnen zijn? Hallo? Hallo, moeder van Annie. Mag ik met Annie spelen? Nee. Huh? Ah, oké. Dat was raar. Wat moet ik nou doen? Wacht eens even. Ik heb een idee. Ik weet hoe ik met Annie kan afspreken, maar ik moet stiekem doen. Daar gaat hij. Eerst heb ik mijn legging nodig. Ik knip het doormidden. Deze heb ik niet meer nodig. Nu kan ik mijn speldjes weghalen. Ik doe de legging over mijn haar. Oh, dit voelt grappig aan. Vervolgens heb ik een pruik nodig. Ik heb er altijd een bij voor de hand. Ik heb er altijd een bij de hand voor noodgevallen. Ik hou ervan om me te verkleden. Ik lijk op mijn oma. Ik kan dit niet dragen. Dit lijkt er meer op. Nu moet ik in mijn rol komen. Ik moet serieus zijn. Klop, klop. Voor de laatste keer. Oh, ik ben Annie's juf. Oh, kom binnen. Gaat dit over de uitslag van de toets? Ik ben zo blij dat je hier bent. Toon geen genade. Hallo, Annie. Ah, wie ben jij? Wacht maar. Woehoe! Wat gebeurt er? Waar wacht je nog op? Ik ben het. Kom op, laten we plezier maken. Wow, je hebt een meester in vermommingen. Dit is geweldig. Woo! Huh? Wat is al dat lawaai? Dat klinkt niet als leren. Wat is hier aan de hand? We maken gewoon wat wiskundesommen. Dat moet echt spannend zijn. Ik laat jullie je gang gaan. Goed bezig, Annie. Wauw, deze cupcakes zien er heerlijk uit. Maar ze zullen er nog beter uitzien met fruit erop. Mama, mama, ik wil mijn haar net zoals mijn pop. Dat is leuk, lieverd. Ik denk niet dat je het begrijpt. Ik ben bezig, Annie. Oh, maar het staat me zo mooi staan. Soms verbaas ik mezelf. Ik zou mee moeten doen aan een kookprogramma. Oh, mijn handen zijn vies. Wat een tweeling kunnen zijn. Ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Mam, wat ben je aan het doen? Je wil eruit zien als pop, toch? Het sap van de bramen zal je haar kleuren. Ik zal het in je haar wrijven. Dure haarverf is niet nodig. Ik hoef alleen maar meer bessen te persen. Het ruikt lekker. En het is makkelijk uit te spoelen. Dat zal goed moeten zijn. Wat vind je? Wow, geweldig. Het is alsof ik in een spiegel kijk. We zien er zo chic uit. En nu kan ik verder met bakken. Hoi, Betty. Oh, hoi. Klaar voor de les? Oh, iemand stuurt me een bericht. Wat? OMG. Annie, kijk. Wow, dat is geweldig. Ik moet mijn haar in orde maken. Weet je, ik draag het wel los. Je weet wel, de natuurlijke look. Wacht even. Ik weet het niet zeker. Ik hoopte meer op iets met een wow-factor. Wauw, ik zie er geweldig uit. Het werkt altijd in de reclames. Wat als ik een potlood gebruik? Misschien krijg ik daar krullen van. Nog even... Oh, ik dacht dat dat zou werken. Wat moet ik doen?
Waarom kijk je naar me? Je moet me helpen. Oké, een momentje. Wacht even. Dit is wat je nodig hebt. Wat? Geloof me. Ik plaats de legging op je hoofd. Dan wikkel ik er lokken van je haar omheen. Het is net als het vlechten van je haar. Ik moet het mooi en strak houden. Daarna gebruik ik een haarelastiekje om het op zijn plaats te houden. Nu wikkel ik het om de achterkant van je hoofd en knoop de rest van de stof aan de voorkant vast. Is dit een grap? Zit er stil. Ik voel me zo modieus, dus niet. En nu moeten we afwachten. Hoe lang? Niet zo ongeduldig zijn. Vraag me af wat er te eten is tijdens de lunch. Kan ik het er nu afhalen? Nee! Oh. En nu? Nee. Betty, wakker worden. Het is tijd. Eindelijk. Ik hoop dat het werkt. Dat meen je niet. Annie, je bent een genie. Het is precies wat ik wilde. Wat zou ik zonder jou doen? Je zou waarschijnlijk vrijgezel zijn. Oh, goed. Ik ben op tijd. Hoi, Liam. Hoe is die? Wat is dat? Is dat een legging? Dat is zo grappig. Oh, Annie, bedankt voor het advies. Ziet er goed uit, Liam. Mijn haar voelt zo zacht en vol aan. Graag gedaan. Er gaat niets boven een goed verzorgingsmoment. Ik kan niet wachten om dit gezichtsmasker te proberen. Maar hij heeft alweer gaan stralen. En nu is het tijd om te ontspannen. Wacht, ik ga mijn favoriete programma kijken. Dat is beter. Droom je van lange, weelderige lokken? Wil je de wind door je haren voelen? Wauw, zo chic, zo elegant. Nou, mijn haar ziet er nooit zo uit. Ik ben zo jaloers op haar. Het is niet eerlijk. Gebruik dan supergeweldige haargel. Wauw. Dat is precies wat ik nodig heb. Dat wil ik. Wacht, hoeveel? Wat? Dat kan ik niet betalen. Kijk eens hoe ze haar haren aanraakt. Ze denkt dat ze zo speciaal is. En nu heb ik allemaal spul in mijn haar. Wacht even. Ik heb een idee. Tot later, chique haarmeid. Ik heb jouw gel niet nodig. Ik heb een gezichtsmasker. Ik wrijf het gewoon over mijn haar. Ik wil er zeker van zijn dat het volledig bedekt is. Dat moet goed zijn. Ik ben er klaar mee. Het moet goed zijn. Dan ga ik het uitwassen. Wauw, mijn haar is zo zacht en glanzend. Het voelt zo gezond. Oh, het chique haarmeisje. Geweldig, ze is er nog steeds. Hey, kijk dit eens. Ziet er goed uit, hè? Het enige dat ik gebruik heb, was dit gezichtsmasker. Oeps, en het kostte maar 5 euro. Maak je een grapje. Tijd voor sushi. Ziet er goed uit, hè? Ik hoef niet. Ik heb mijn yoghurt. Nou, je weet niet wat je mist. Het ziet er lekker uit. Het is mijn favoriete eten. Oh, zo lekker. Ik zou dit elke dag kunnen eten. Geniet ervan. Betty, wacht. Wat? Wat is er? Laat me een foto van je maken. Oh, goed idee. Wat vind je hiervan? Oh ja, het ziet er goed uit. Kijk eens. Oh, oké. Juist. Annie? Kun je inzoomen? Oeh, dat is niet goed. Zien mijn lippen er altijd zo uit? Ze zijn zo droog. Ugh, wat irritant. Ik had gewoon een goede foto. Misschien moet je rustig aan doen met de wasabi. Hey, foto. Is dat te veel gevraagd? Ah! Oh, gaat het? Het is zo pittig. Ah, ik heb het erger gemaakt. Ik weet iets. Hier, het zal je afkoelen. Ik zal het op je lippen wrijven. Oh ja, dat werkt. Heb je een tissue? Oh, natuurlijk. Yoghurt ziet er niet uit. Dat lijkt er meer op. En mijn lippen voelen beter aan. En ze zien er geweldig uit. Echt waar. Wat? Wauw. Het was de wasabi en yoghurt. Maar hoe dan? Wauw, dat is geweldig. Dit verbaast me echt. Maak nog een foto. Passeer eens. Oh ja, dat ziet er geweldig uit. Kijk maar. Ze zien er allemaal geweldig uit. Wacht, dit is dé foto. Zet maar online. Is goed. Heb ik al likes?
Wacht. Wow, wat is er? Je gaat viral. Wauw, moet je zien. Ik ben zo blij. Hallo, mijn aanbiddende fans. Jullie zijn geweldig. Mwah, mwah. Ik hou van jullie allemaal. Wat is jouw beste beauty hack? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Vergeet niet om deze video met je vrienden te delen. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal voor meer nuttige video's. Dit ziet er best cool uit, nietwaar? Het is gewoon mijn nieuwe geweldige look. Of misschien is het gewoon wat slimme make-up. Kruip je al uit je huid? Of ligt het aan mij? Geen zorgen, het doet niet echt pijn. Maar het transformeert mijn gezicht. En ook al duurde het lang om aan te brengen, het eraf halen is nog veel leuker. Nou, we zijn ongeveer halverwege. Lippen en ogen komen eraf. Tada! Terug naar mij. Wow, dat is nog wel een wending. Hallo, oh, whatever. Hallo, kom binnen. Je doet een magische spreuken, toch? Nou? Nou wat? Kun je me helpen? Een feestje? Alleen voor eenhoorn staat er. Natuurlijk. Ooit werd je als mens geboren, maar nu ben je een wezen met een hoorn. Cool. Wacht, dit voelt niet echt aan. Oké, dan hocus pocus eenhoorn. Wacht, wat is er gebeurd met mijn hoofd? Dit is te veel. Zo kieskeurig. Hier, deze dan. Wat is hier zo speciaal aan? Kalm blijven. Misschien is make-up magie meer jouw stijl. Snap je wat ik bedoel? Lijkt er meer op. Als eerste moeten we een beetje met textuur spelen. Op het voorhoofd in ieder geval. Yes, we maken een hoorn, mensen. Hier komt de magie echt aan te pas. Het moet er perfect op blijven plakken. En nu is het tijd voor de rest van de look. Blauwe ogen zijn mooi. Voorzichtig. Perfect. En nu roze. Borstel het gewoon langs de onderkant van je wenkbrauw en vul dan de rest in. Ik moet ervoor zorgen dat de rest overeenkomt. Contouren met roze is fantastisch. Zorg ervoor dat je goed blendt. Zie je hoe het allemaal een geheel wordt? De lippen niet vergeten. Een vrolijke blauwe tint is perfect. Zie je? Sjoe! Wow! Nu ben ik een echte eenhoornprinses. Alle kleine details brengen het samen. Elk beetje sprankeling telt. Tijd om te gaan. Wauw, je make-up magie heeft echt gewerkt. Het is een echt talent. Veel plezier op je feestje. Doei. Doei, doei. Ah, eindelijk kan ik beginnen aan mijn nieuwe boek. En ik dan? Dit verhaal is triest. Ik kan een wat digitaal gezelschap gebruiken. Niemand is online. Ik voel me zo alleen. Wat moet ik nu doen? Oh, kijk deze meid. Hoe doet ze dat met haar haar? Ik wil er net zo uitzien als mijn pop. En het begint allemaal met mijn wenkbrauwen. Vergeet ze niet helemaal in te kleuren. Dan komt er een glinsterende schaduw. Helemaal tot het ooglid. Nu alles blenden en dan voeg je wat wit toe aan je waterlijn. Een beetje dikker dan dat. Kijk die prachtige gloed. Voeg vervolgens bruin toe om wat dimensie toe te voegen. Dan blenden natuurlijk. Zie je hoe mooi het bij elkaar past? Maar we zijn nog niet klaar. Maak een lijn met zwart oogpotlood. En voeg dan een beetje aan de onderkant toe. Dan nog een lijntje deze kant op. Zie je hoe ze eruit zien als wimpers? Tijd voor een ouderwetse contour. Haal nu de beauty blender tevoorschijn. Ga zo door. Voeg nu wat rouge toe aan je wangen. Tadaa! Omlijn nu de lippen, maar niet te hard. Blend vervolgens met een mooie roze kleur. Mwah! Kleur de hoeken op deze manier. En nu begin je eruit te zien als een pop. Oh, zo schattig. Helemaal klaar. Deze levende pop mag wat aandacht krijgen. Oh, hallo allemaal. Zullen we beginnen met streamen? Dit wordt vast leuk om naar te kijken. Ah.
Meer koffie, lieverd. Carol, is ze in slaap gevallen? Misschien moet ze even opgedraaid worden. Wakker worden. Oh, dankjewel voor de hulp. Nu kan ik bewegen. Kijk eens hoeveel mensen er zijn. Dit is geweldig. Zwaai, hallo. Kan dit nog saaier worden? En daarom noem ik het de suikerspinsteen. De verkoop zou naar verwachting in februari stijgen. Luisteren deze mensen wel naar mij? 5 van de 10. Ik weet het al. Begin met het tekenen van een lijn over je gezicht met een wit make-up potlood. Ga dan verder naar je voorhoofd. En vul nu het bovenste deel in met witte make-up. Dit kan een paar minuten duren. En misschien meer dan 1 laag. Ga dan verder naar het onderste deel. En begin nu met het leukste deel. Daar gaan we! Roze aan de ene kant en blauw aan de andere. Geel gaat rondom de neus. En blijf blenden tot je bij je nek bent. Goed zo! Doe nu wat wit op een kwast en teken schattige wolkjes. Schilder ze in verschillende groottes. Vergeet de nek niet. Een beetje glans op de lippen is perfect om het af te maken. Mooi, hè? Je dacht toch niet dat ik de ogen zou vergeten? Wauw! De witte contactlenzen maken dit helemaal af. Nou, mag ik doorgaan? Wow, moet je dit zien? Goed gedaan! Fijn dat iets je aandacht heeft getrokken. En nu is het tijd voor nog veel meer. Breng maar binnen. Je moet het proeven om het te geloven. Zoeter dan zoet. Wauw. Geweldig. Mama, kijk. En hij was echt bang voor me. Serieus, hij is echt raar. Dat weet ik niet hoor. Oh. Yep, echt raar. Daar is Chris. Kijk, wat prachtige haar. Zoveel haar. Dat was veel te dichtbij. En ik zie er helemaal niet uit. Dit is helemaal niet goed. Waar is mijn make-up? Tijd voor een transformatie. Een grote. Pak je beauty blender erbij. Tijd voor wat foundation. We willen een goede dikke laag vandaag. En nog wat meer glans. Doe de oogleden dicht en ga er met de kwast overheen. Wees niet bang om veel te gebruiken. En dan komt de kleur. Een beetje paars misschien? Dat zal zeker de aandacht trekken. Zorg ervoor dat je goed blendt. Een beetje eronder kan geen kwaad. Laten we het een beetje versnellen. Kijk eens al die sprankeling. Laten we nog een stapje verder gaan. Oeh, dat ziet er goed uit. Mijn ogen zijn net discoballen. Wat vind je ervan? Er gaat niks boven wat eyeliner wordt af te maken. En nu de rest van mijn gezicht. Niet het voorhoofd vergeten. Yes, meer blenden. We willen een egale lijn. En de wangen ook. En de lippen glanzend natuurlijk. En dit is het uiteindelijke doel. Kusjes. Zo gek. Huh? Wow. Sinds wanneer ziet Cheryl er zo uit? Alles goed? Gênant. Hey, mijn gezicht. Ik heb zo'n pech. Zijn die voor mij? Want ik zie graag dat je glimlacht. Oh, dit werkt al voor me. Ben je dol op een goede make-up transformatie? Misschien kun je een van deze zelf uitproberen. Vergeet niet deze video met je vrienden te delen. Heb je deze al gezien? Abonneer op ons kanaal zodat je ze nooit meer hoeft te missen.